de vergoeding voor huishoudelijke hulp zomaar afschaffen. Mag dat? Dat is de inzet van een rechtszaak die gemeenten in het hele land op de voet volgen. Verder in het nieuws vandaag. Agent vrijuit, betogers in Ferguson zijn woedend. En een massa-ontslag bij ING. Goedenavond. Een rechtszaak die grote gevolgen kan hebben. Mag een gemeente zomaar stoppen met het vergoeden van huishoudelijke hulp? Een man en een vrouw van achter in de 80 uit Friesland zijn naar de rechter gestapt om die beslissing aan te vechten. Veel gemeenten stoppen vanaf 1 januari helemaal met die huishoudelijke hulp, omdat ze minder geld krijgen uit Den Haag. Al in het land, de ogen zijn gericht op deze rechtszaak. Het Friese echtpaar krijgt nu nog 7 uur huishoudelijke hulp per week en zegt daar niet zonder te kunnen. De belangenorganisatie van mensen met een chronische ziekte ondersteunt hen bij deze rechtszaak. Deze mensen die deze maatregel door de brievenbus krijgen of in een korte mededeling zijn al hartstikke kwetsbaar. Dat zijn mensen die eigenlijk, als je kijkt hoe ze leven, dat je denkt, wauw, dat deze mensen nog zelfstandig thuis kunnen wonen. En de gemeente die gooit dan zo'n brief door de bus of zo'n mededeling door de telefoon. En deze mensen weten echt niet wat ze overkomt en dat is onaanvaardbaar. Op 9 december bepaalt de rechter of de gemeente Dante Madiel juist heeft gehandeld. In het hele land worstelen gemeenten met de kwestie. Iedere gemeente pakt het op zijn eigen manier aan. In Apeldoorn bijvoorbeeld wordt ook naar het inkomen gekeken. Daar krijgen alleen de allerlaagste inkomens nog een vergoeding. Maar ook daar maken mensen zich grote zorgen. Mevrouw Van Rooy is nierpatiënt en moet om de 2 dagen thuis dialyseren. Ze heeft sinds 5 jaar huishoudelijke hulp. 3 uur per week. Maar toen kwam de brief van de gemeente. Geachte mevrouw Van Rooy van Luttekhuizen. Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels. Gewone huishoudelijke hulp vervalt. Ik krijg net als vroeger wat je vroeger had, smerige huishoudens. Want als je het niet kunt, wie doet het dan? Vrijwilligers? U kunt het niet zelf? Ik kan het niet zelf. Er zelf betalen? Zelf betaal ik ook niet, nee. Daar hou je niks meer over. Dan kan ik zelfs met de kleinkinderen geen leuke dingen meer doen. Meneer Van Rooy is de mantelzorger van zijn vrouw. Hij helpt bij de dialyse en zegt de gemeenschap zo veel geld te besparen. Dan gaan we daarheen. Op de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente waar ze vandaag naartoe gaan, wil hij voorstellen dat hij in ruil voor die mantelzorg Jan Van Rooy recht blijft houden op huishoudelijke hulp. Dus ik 3 uur hulp. En ik zorg dat ik 4 uur of 20 uur, 25 uur bij haar assisteer. Hier op de voorlichtingsbijeenkomst krijgen de mensen te horen dat in Apeldoorn straks alleen nog de meest kwetsbare mensen de hulp in de huishouding vergoed krijgen. Voor meneer en mevrouw Van Rooyen geldt een overgangsregeling van 2 jaar. En daarna zullen ze het echt zelf moeten betalen. Apeldoorn krijgt 16 miljoen euro nu voor huishoudelijke hulp van Den Haag. Dat wordt 9 miljoen. Wij kunnen elk jaar daar 7 miljoen bij leggen. Dat geld hebben we niet, tenzij we belastingen verhogen, maar daar zal niet veel draagvlak voor zijn. Apeldoorn blijft de mensen die het echt nodig hebben dus wel ondersteunen. Maar meneer en mevrouw Van Rooy horen daar waarschijnlijk niet bij. U bent er niet kwetsbaar genoeg. Nou, moet nog kwetsbaarder zijn. Met wat voor gevoel gaat u hier nu weg? Een beetje een ontevreden gevoel. Tot ziens. Ik had meer gehoopt dat ik meer zou weten, wat zekerheid zou weggaan hier. Dus geen lekker gevoel. Een blanke politieagent die een ongewapende zwarte winkeldief doodschiet. Deze zomer in de Amerikaanse stad Ferguson. Was het zelfverdediging of racistisch geweld? Dat was de vraag waar een onderzoeksjury in Amerika zich over moest buigen. Na maandenlang onderzoek besloot die jury die agent niet te vervolgen. En meteen na die uitspraak sloeg de vlam in de pan. De ergste rellen in Ferguson sinds afgelopen zomer, toen een zwarte jongen op straat werd doodgeschoten door een blanke politieman. Dat leidde ook toen tot een uitbarsting van geweld.
Dit is de plek waar het in augustus allemaal begon. De 18-jarige Michael Brown had sigaren gestolen in een winkel. Een agent wilde hem daarvoor aanhouden. Wat er toen precies gebeurde is niet duidelijk. Getuigen zeggen dat Brown zijn handen in de lucht had. De agent zegt dat hij al 2 harde klappen had gehad en dat hij schoot uit zelfverdediging. Een speciale onderzoeksjury moest uitsluitsel geven. They are the only people who have heard and examined every witness and every piece of evidence. They determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson and returned a no true bill on each of the 5 indictments. Maar de zwarte gemeenschap neemt daar geen genoegen mee. Stop assassinating black people! Stop racial profiling! You see a lot of people yelling, stop racial profiling. It tells me that the black men can just get shot down like dogs. I mean, it's just unbelievable. I have a son, so I'm hurt. What am I to tell my son when he grows up? No, please. De advocaat van de familie reageerde vanmorgen. Hij is furieus over de uitspraak. A first-year law student would have did a better job of cross-examining a killer of an unarmed person than the prosecutor's office did. Ja, emoties lopen hoog op. Correspondent Arjen van der Horst vanuit zijn nieuwe standplaats Washington. Geen vervolging dus, Arjen. Hielden ze daar in Ferguson al rekening mee? Ja, dat zag je afgelopen weekend al. Hè. Winkeliers die hun winkels uit voorzorg sloten en hun ramen dichttimmerden. De politie had de afgelopen dagen alle verloven ingetrokken en was in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Dus ja, in Ferguson hielden ze wel degelijk rekening met die uitspraak van gisteren. De familie van Michael Brown, ja, die had al langer geen vertrouwen in de jury. Die noemde de procedure oneerlijk. En die had juist gevraagd om een speciale onafhankelijke aanklager. Nou, dat gebeurde niet. En wat er gisteren gebeurde met die uitspraak, ja, dat bevestigde in feite hun donkerste vermoedens. Ja, grote woede. En dat beperkt zich niet tot Ferguson in de VS. Nee, die woede zag je ook in andere Amerikaanse steden. Van New York tot LA, van Mississippi tot Chicago. Overal in Amerika gingen ze de straat op. En dat komt omdat dit verhaal natuurlijk over veel meer gaat dan alleen de dood van een zwarte tiener. Dit gaat ook over de diepe problemen in de Amerikaanse samenleving. Over de armoede en misdaad in de zwarte gemeenschap. Over de vele jonge zwarte Amerikanen die in de politiecel belanden of door politiegeweld om het leven komen. En natuurlijk dat diepe wantrouwen dat nog altijd bestaat tussen de zwarte gemeenschap en de overwegend blanke politie. En al is het niet gekomen tot een vervolging gisteren, deze discussie, ja, die is nog lang niet voorbij. Ja, ook juridisch niet, want hoe zit dat? Kan hier nog beroep tegen worden aangetekend? Nee, deze uitspraak is definitief. Een beroep is dus niet mogelijk. Wat er wel is, is een federaal onderzoek. En die gaat kijken of de burgerrechten van Michael Brown zijn geschonden. Maar het punt met deze federale procedures is dat de drempel heel erg hoog ligt. En we hoorden al anonieme bronnen enkele weken geleden uit het Openbaar Ministerie. En die zeiden, ja, dat het onwaarschijnlijk is dat het tot een federale vervolging zou komen. En het enige wat de familie van Michael Brown nog rest, is een civiele procedure. Arjen vanuit Washington, dankjewel. Ja, opnieuw een massa-ontslag bij een grote bank, bij ING. Verdwijnen bijna 1700 banen. En er moeten ook nog eens 1000 ingehuurde krachten weg. Eerder werd al bekend dat ook ABN AMRO en Rabobank banen schrappen. De banken hebben minder personeel nodig omdat steeds meer klanten hun bankzaken via internet of via hun smartphone afhandelen. We zijn hard bezig om de dienstverlening aan de klant te verbeteren. Daarom investeren we 200 miljoen euro extra in de IT, om te zorgen dat de dienstverlening, of ze nou via mobiel werken, via internet werken, via het callcenter of het kantoor, dat eigenlijk naadloos in elkaar overgaat. Daarvoor gaan we de IT-omgeving versimpelen en de processen verder automatiseren. En dat heeft als gevolg dat we met minder mensen gaan werken. De bonden begrijpen dat de banen verdwijnen omdat klanten hun bankzaken steeds meer online doen. Maar over het tempo en het hoge aantal mensen dat op straat komt te staan, maken ze zich wel grote zorgen. De werkgelegenheid in de financiële sector loopt alleen maar terug. Die zal ook de komende jaren nog verder teruglopen. En de werkgelegenheid buiten de financiële sector is ook niet erg rooskleurig. Dus voor die mensen wacht toch een onzeker lot. De afgelopen jaren verdwenen bij de 4 grote banken in Nederland veel banen.
Voor de economische crisis in 2008 waren de banken nog goed voor ongeveer 100.000 fulltime banen. Dat zijn er straks nog maar 60.000. Voor ING-bankmedewerkers is dit de zesde reorganisatie sinds de Postbank en ING in 2007 werden samengevoegd. Toen had de bank in Nederland plek voor 22.000 fulltimers. En na de nieuwste reorganisatie blijven er minder dan 14.000 over. Met al die massa-ontslagen bij de banken liggen nieuwe banen niet voor het oprapen. Ik heb een heleboel excuusvarianten leren kennen afgelopen anderhalf jaar. Tot onze spijt. Als iemand weet wat de ING-medewerkers te wachten staat, dan is dat Jan Smit. Hij werkte 32 jaar bij de bank als IT-specialist. Toen hij het nieuws vanmorgen hoorde, schrok hij. Die 1700 die weggaan, dat is echt een hard gelag hoor. Want ja, dat wil je gewoon niet meemaken. Hij verloor zijn baan bij de vorige ontslagronde in 2013. Toen was hij net 58 geworden. Ik heb bij elkaar meer dan 120 acties gedaan om te proberen een andere baan te vinden. Dat klopt. In de afgelopen anderhalf jaar. Is het niet om moedeloos van te worden? Ja. Onze opdrachtgever heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor kandidaten met maximaal 8 jaar werkervaring. Je voelt aan de ondertoon te oud. Ja. Maar zijn jongere oud-collega's hebben het net zo moeilijk. Ik heb een flink aantal collega's om me heen waar ik nog contact mee heb die ook een baan zoeken. En voor zover ik weet, is er echt niet één die een nieuw werk gevonden heeft. Ongeacht zijn leeftijd, oud of jong. Hij kreeg maar 8 sollicitatiegesprekken in anderhalf jaar. Maar de laatste was raak. Op 1 december begint Jan Smit als IT-specialist bij... Tot mijn verbazing inderdaad bij het UWV. Ja, ik ben wel heel blij met deze nieuwe werkgever. De collega's waren heel erg blij voor me en ook verrast. Ja, ik vond het echt heel erg leuk dat ik zoveel spontane reacties heb gekregen van mijn collega's. Want die weten dat het niet makkelijk is. Die weten dat het, die vonden het echt een verrassing dat het me gelukt was. Ja, dat klopt. De komende weken hoort het personeel wie zijn baan verliest. Een deel kan mogelijk binnen ING ergens anders aan de slag. Schimmige constructies met goedkope, vaak Oost-Europese werknemers. Het kabinet gaat ze aanpakken. Veel Polen bijvoorbeeld werken hier in Nederland voor minder dan het minimumloon, vaak ingehuurd door vage uitzendbureautjes. Regeringspartijen VVD en PvdA lagen een tijd lang overhoop over de manier waarop dat het best bestreden kan worden. Maar nu is er een akkoord. Het gaat vaak fout met vrachtwagenchauffeurs, Oost-Europeanen zonder rechten. Of ze werken in onze kassen en krijgen heel weinig of soms zelfs uiteindelijk geen loon. En ook op bouwplaatsen slaan malafide bureautjes regelmatig hun slag. Met als extra vervelend gevolg dat veel werkloze Nederlanders, die vaak duurder zijn, werk mislopen. Minister Asscher wandelde al een paar weken door de Tweede Kamer, van de VVD naar de PvdA, om de regeringspartijen op één lijn te krijgen. Vanmiddag was er overleg op de Kamer van PvdA-leider Samsom, waar ook VVD-fractievoorzitter Zijlstra naartoe kwam. VVD, de partij van de werkgever, PvdA, pal voor de werknemer. Toch kwamen ze eruit. Is er op hoofdlijn een akkoord? Ja. Straks krijgen opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid. In de bouw hebben veel opdrachtgevers geen direct contact met de bouwvakkers. Er zitten nu loonbedrijven of uitzendbureaus tussen. De kern is dat je in een keten verantwoordelijk bent voor elkaar, maar dat we de administratieve lasten zoveel mogelijk proberen te beperken. Maar tegelijkertijd wel vasthouden het principe. Je moet als werknemer zeker zijn dat je je loon krijgt. Als je je loon niet krijgt, moet je van de opdrachtgever van je baas alsnog het loon kunnen krijgen. De ketenaansprakelijkheid wordt dus uitgebreid. Verder mag het salaris niet meer in contanten betaald worden en huisvesting mag geen onderdeel zijn van het minimumloon. De essentie is dat we aan één kant misbruik aanpakken, dat bedrijven een gelijk speelveld hebben, dat werknemers netjes behandeld worden, maar aan de andere kant voorkomen dat we een enorme juridisch en administratief circus organiseren, waardoor bedrijven heel veel lasten krijgen, heel veel problemen. En dat laatste willen we voorkomen. De maatregelen moeten onbetrouwbare bedrijven kansloos maken en nette bedrijven worden gewaarschuwd dat ze goed op moeten letten. Minister Asscher gaat de details op papier zetten. Op 1 januari moet het ingaan. Ongelukken zorgden vanochtend voor ruim 300 kilometer file in Nederland. Deze vrachtwagen kwam ongelukkig terecht op de A16 en ook verloor een andere vrachtwagen glas op de A6. Omrijders kwamen in de file rond Utrecht omdat ook daar de A12 was gestremd na een ongeluk bij Lunetten.
Staatssecretaris Dijksma heeft twee routes aangewezen voor het transport van kippen naar het slachthuis. Daar zijn ze. Door het vervoersverbod in gebieden met vogelgriep kunnen kippenhouders hun dieren niet kwijt. Dat is een probleem, want ze groeien door en passen niet meer in de hokken. Ook zakken ze door hun poten. Via speciale routes mogen afgesloten veewagens nu rijden naar slachthuizen in het westen van het land. Koningin Maxima is op bezoek in China in haar functie van speciale VN-adviseur. Maxima sprak met bankbestuurders over het toegankelijker maken van financiële diensten. Morgen gaat de koningin naar twee dorpjes op het platteland van China. En van de schaatsbaan naar voetbalstadion Euroborg. Gerard Kempkers gaat werken bij FC Groningen. Geen training meer voor schaatstoppers zoals Sven Kramer. En wel wordt Kempkers verantwoordelijk voor de bouw en de organisatie van dit nieuwe topsportcentrum. Moet er over 2 jaar staan voor onder meer de medische staf van FC Groningen. En de paus in het Europees parlement, hij was er vandaag in Straatsburg, paus Franciscus. 25 jaar geleden was het dat er voor het laatst een paus op bezoek was. En de paus nu had een kritische boodschap. Een groots onthaal voor de paus vanochtend in Straatsburg. Met een warm welkom door de voorzitter Schulz van het Europees Parlement. De kerkvorst krijgt een ontvangst waar veel wereldleiders jaloers op kunnen zijn. Maar ondanks al het applaus en de aardige woorden vooraf is de paus vooral kritisch op Europa. De grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni. Hij kaartte ook de problemen met de duizenden immigranten aan. Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. Sui balconi che giungono quotidianamente sulle coste europee ci sono uomini e donne che necessitano di accoglienza e di aiuto. En er was wat protest. Zo droeg een aantal parlementariërs een regenboogsjaal. Als protest tegen het homo-standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk. Er was wel wat gemor vooraf dat een religieus leider eigenlijk niet in een parlement thuis hoort. Maar achteraf is er vooral tevredenheid. De paus omzeilde moeilijke ethische kwesties en ontpopte zich als een fan van Europa. Hij gelooft in Europa, hij ziet daar toekomst in en hij lobbyde ook om zich met die toekomst te mogen bemoeien. Maar ook het parlement won aan prestige. Want als er iemand langskomt die zo belangrijk is, dan stel je wat voor als parlement. En moet je ook door anderen serieuzer worden genomen. Het is kritiek die regelmatig in rapporten over de brandweer terugkomt. Brandweerlieden die niet goed weten wat ze op de plek van de brand kunnen verwachten. En dankzij nieuwe technieken kan de brandweer zich veel beter voorbereiden. In Rotterdam krijgen alle brandweerwagens het nieuwe systeem. Brand, kleine brand. Het navigatiesysteem heeft inmiddels automatisch het adres gekregen. We gaan gelijk naar links. En op twee tablets komt alle informatie over het pand en de blusvoorzieningen binnen. Wat ik nu opzoek is het gebouw zelf. Er wordt automatisch ingezoomd naar het gebouw. Daar kan ik verder alle bijzonderheden kan ik opzoeken. Brandweer ingehangen, bijzonderheden, gevaarlijke stoffen, dat soort dingen allemaal. Belangrijke gegevens die onder meer verzameld zijn tijdens controles. Bijvoorbeeld of ergens zuurstofflessen aanwezig zijn. Als zo'n fles maar lang genoeg wordt aangezaald, dan heb je kans dat die gaat exploderen. Als je van tevoren die informatie hebt, dan kun je dus voorzichtiger te werk gaan. Omdat je weet dat die zuurstof aanwezig is en dat die hoogwaarschijnlijk bij die persoon in de buurt zal liggen. Iedere brandweerwagen heeft aan boord een halve bibliotheek met van dit soort boeken. Waarin ze dan voorheen opzochten waar ze naartoe moesten en wat ze daar precies konden verwachten. Dat zit tegenwoordig allemaal in het tablet. Maar zo'n apparaat kan natuurlijk ook stuk gaan. We hebben zo één reserve op het voertuig liggen. En daarnaast zijn er nog een hele scala boekwerken aanwezig, zoals we vroeger werkten, waar ze op terug kunnen vallen als backup. 6 tot 8 minuten duurt het gemiddeld van alarm tot aankomst. Cruciale minuten die nu gebruikt worden voor een nog betere voorbereiding. Ja, vroeger had je die informatie niet en die kreeg je dan ter plaatse pas te horen. En dan loop je toch een beetje achter de feiten aan. Dat viel hier wel mee. De zwembadbrand was slechts een oefening. Ambulances en de havendienst in Rotterdam krijgen hetzelfde systeem. En ook andere veiligheidsregio's hebben interesse. Hallo, I'm Bianca from Holland. Yeah! Woo! Oh, I'm so excited! Ja, Nederlands succes in New York vannacht. Actrice en cabaretière Bianca Krijgsman wint een internationale Emmy Award voor haar rol in de film De Nieuwe Wereld. Bootvluchteling heeft zijn vrouw verloren tijdens de reis. Dat liegt hij. Als hij zijn vrouw verloren heeft, doet hij niet zo. Geld.
In de nieuwe wereld speelt krijgsman een Noorse schoonmaakster. Ze werkt in het aanmeldcentrum voor asielzoekers op Schiphol. I want to dedicate this prize to all the extras in this movie. They were real refugees and I hope they got a place to stay in Holland. You are the first white woman I see cleaning in my life. Bianca Krijgsman is in Nederland vooral bekend van het duo Plien en Bianca en van Koef Noem. De internationale Emmy Awards worden ieder jaar toegekend aan de beste internationale tv-producties. Ja, in New York. Bij ons, Willemijn, het was koud vannacht. Het was zeker koud en het levert wel hele mooie plaatjes op. En eigenlijk kan je beter vragen waar was het niet koud vannacht, want dat was niet zo heel veel plekken. Hier in Zeeland kwam de temperatuur aan de grond vannacht. Niet onder het vriespunt, ook daar in het uiterste noorden van het land en noordoosten. Verder op grote schaal vorst aan de grond. Nou, daar is komende nacht geen sprake van. We hadden vandaag een mooie zonnige dag, maar we konden ook al merken dat de bewolking langzamerhand aan het toenemen was. Een beetje vanuit het zuidwesten. We zaten nog steeds onder invloed van een uitgestrekt hoge drukgebied. Invloed dus helemaal bij ons. En het was dus dat rustige weer. Nou, daar verandert voorlopig niet zo heel erg veel aan. Maar bewolking vanuit het zuiden schuift wel langzaam nog verder onze kant op. Wordt ook wat dikker en er kan ook wel wat regen uitvallen. Geen grote hoeveelheden, maar het weer zal er toch wel even wat anders uitzien. Aan de randen van het grote hoge drukgebied ziet het weer er heel anders uit. In bijvoorbeeld Spanje en Portugal, met name Portugal dan, en ook het noorden van Marokko, daar gaat het opnieuw weer regenen. En het kan ook soms flinke hoeveelheden opleveren. Ook in de omgeving van Italië en nog wat meer richting het zuidoosten van Europa. Hier in Scandinavië is het weerbeeld ook onder invloed van het grote hoge drukgebied. En daar is het allemaal wat rustiger. Wij gaan naar ons eigen land. In het noordoosten is er al wat mist en nevel aan het binnendrijven. Daar zijn de zichten al aan het teruglopen, hier in deze regio. En daar blijft de hele nacht sprake van. Temperatuur daalt tot een graad of 1, denk ik, in het oosten van het land. Lokaal kan het dus nog wel aan de grond vriezen, maar niet op zulke grote schaal als afgelopen nacht. In het zuidwesten kan er aan het eind van de nacht pas wat eerste lichte neerslag vallen. En dan morgen overdag. Die bewolking breidt zich nog wat meer uit, wordt nog wat dikker. En daarmee breidt ook de neerslag zich wat meer over het land uit. Maar ik denk dat het in het noorden van het land de hele dag gewoon droog blijft. Dat daar de neerslag pas in de avond valt. In het noordoosten kan de zon ook wat schijnen en het wordt een graad of 8. De wind komt uit het oosten, is matig van kracht. Aan zee staat er iets meer wind. Donderdag ook een bewolkte dag waarbij er wat regen kan vallen. Daarna keert dat droge weer terug, maar tegelijkertijd gaat de temperatuur wel omlaag. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De rechter moet uitspraak doen of gemeenten zomaar de vergoeding voor huishoudelijke hulp mogen afschaffen. Een rechtszaak die grote gevolgen kan hebben. Straks in Nieuwsuur een verslag over bloedkolen uit Colombia. Nederland importeert op grote schaal kolen van bedrijven die mogelijk medeplichtig zijn aan mensenrechten schendingen. Zoals het verjagen van burgers door paramilitairen. Mijn papa ya estaba ahí tirado. Mijn papa estaba acá tirado. Ya le habían dado 7 tiros: 5 en la cabeza, 1 en el brazo y 1 en la mano. Mijn papa estaba aquí, en estas escaleras, cuando ya nosotros salimos. Ja, mijn papa estaba ahí tirado. Muerto. Minister Ploemen van Buitenlandse Handel is op dit moment op bezoek in het gebied. Vanavond om 10:00 op 2. Goedenavond. NOS.nl is vernieuwd. Nog meer nieuws en sport. Meer live dan ooit. Je bent erbij terwijl het gebeurt. Veel meer beeld en video. Altijd. Overal. NOS.